Dit deel van de Hoge Vaart heb ik als viswater volkomen afgeschreven. Het is simpelweg te mooi om waar te zijn. De komende weken ga ik dieper de polder in en vis ik afwisselend met de pen en statisch. Ik ga nu een stek zoeken. Ik heb een mooie stek gevonden waar ik geen andere vissers verwacht. Maar het is wel het takken en het lopen door deze balk. Nou ja, daar moet ik het dan wel voor over hebben. Nog een klein stukje klunen en dan ben ik bij het water dat ik niet kan laten zien. Dit moet de penstek worden. Jammer van die weg aan de overkant, maar gelukkig kan je daar niet vissen. Ik heb een stek gevonden waar het wat ondieper is, met een modderige bodem en wat wier. Ideaal om te beginnen met de pen daar. En ja, later kan ik er misschien wel een chontrik op leggen, vanaf een andere stek. Deze onderlijn is gemaakt door Piet Vogel. En die zit op een wattenstaafje, die zijn namelijk hol, tussen twee kralen. Een systeem wat ik in de jaren 80 al gebruikte, op helikopterrigs. Op dat wattenstaafje en de rest van het systeem kom ik nog wel een keer terug. Ja, prachtige vis. Heel blij mee. Eindelijk loon naar werken. Een blije visser hier. En een mooie, ongelooflijk sterke schubkarper. De eerste uit het kanaal. Uurtje lang zie ik niks. Ik wissel mijn aas, geloof het of niet, door Procalvit. En binnen 10 minuten deze mooie jongen. Even de andere kant laten zien. Ongelooflijk gespierd en onvermoeibaar. Hij gaf niet op. Het was een prachtige drill aan mijn penengel. En ja, ik kan helemaal respect hebben voor zo'n beest, toch? Schitterend. Onvermoeibaar. Prachtig. Hard werken. Hij gaat terug. Na het onverwacht snelle succes heb ik 2 dagen lang gevoerd. 2 handjes per stek, 15 mm boilies, met mijn all-time favorite flavor, Scopex. Ik ga met de pen vissen en mijn haakaars die krijgt een dip, een Procalvit dip. In mei leggen alle vogels een ei. Maar ja, dan moet je er wel een beetje verzorgd uitzien natuurlijk, als dat kleintje eruit komt. Poetsen dus! Er is weer zo'n klein krachtpassetje uit de polder. Super sport geven ze, echt geweldig. Er komt geen eind aan zo'n drill. Zo klein als ze zijn. Dapper zijn ze vooral. Met een ongelooflijk uithoudingsvermogen. Er is nog niks mooier dan penvissen, hè? Eerst die explosie onder je hengeltop. En dan een gierende slip. Geweldig. Hij gaat terug. Het is 8:30. En nu al erg warm. Ik stop ermee, want ik moet nog een extra stek gaan hakken en knippen. Tot de volgende pensessie. Ik ben aan het penvissen op stek 2. En
dacht dat ik een rustig plekje ontdekt had. Maar het is feest op de boerderij hierachter. Ze zijn lekker aan het barbecuen en er gaat flink wat bier doorheen volgens mij. Ik kan ze horen en ik kan ze ruiken. Ik krijg er honger van. Nou, ik hoop die karper ook. We zullen het zien straks. Ik wilde net gaan stoppen, toen mijn pennetje wegwandelde. Heel langzaam, zonder onder te gaan. Ja, hij huppelde eigenlijk gewoon naar de volgende boilie, denk ik. En toen ik hem aansloeg, wist ik het al. Weer zo'n typisch poldermodel. Een wildbloedhybride. Ik heb sparen spiegels gevangen. Die minder sport gaven dan deze vis. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel terug verlang hoor. Naar die grote, dikke spiegels. Met een paar schubben. Aan de bovenkant of aan de zijkant. En een hangbuik. Nou, ik weet niet of ze hier zitten. Het zou kunnen. De kans is klein. Maar het is openbaar water. En er staat in verbinding met een enorm waterstelsel. Dus in theorie kan het. Waarom niet? Stop ermee. Ik kan mijn pennetje niet meer zien. En ik word opgevreten door de muggen.